Ik leer van hoe ze zich gedragen en hoe het is een beetje in hun hoofd. Ja. En dat sommige dingen echt wel een beetje lastig voor hen zijn. En dan kan ik daar weer rekening mee houden. En kan Simon uiteindelijk misschien wel wat veel meer. Ja. Welkom op het Sterrenpad in het Groningse Nuis. Peuters, basisschoolleerlingen en kinderen die extra aandacht nodig hebben, leren en spelen hier met elkaar in één gebouw. Als ik zo zou worden voorgelezen, zou ik dat wel leuk vinden. Het helpt mij wel om goed voor te lezen voor de klas, voor groepen. En daar ben ik wel gewoon blij mee, want nu kan ik beter presentaties doen. Altijd gewoon een juf of een meester is soms ook gewoon saai. Kinderen van de basisschool en kinderdagcentrum Marikja leren van en met elkaar tijdens het speciale Maatjesproject. Maatjes eigenlijk dat ik één keer in de week bij Simon kom en dan allemaal leuke dingen doen. Ik keek altijd al een beetje naar ze, maar nu dat ik echt maatje ben met iemand ben, dan denk ik zo van, ja, nu is het eigenlijk wel een beetje gewoon, want ik kom elke week hier langs. Dus eigenlijk leer ik er heel veel van. Ja. Hier is het gebouw neergezet door de mensen die hier nu werken, door de peuterspeelzaal, door de kinderopvang, de BSO, de zorg, Marikja en de school, om toch echt te kijken waar kunnen we die verbinding zoeken. Dus dat is wel redelijk uniek. Nou, dat vind ik hartstikke leuk dat ze dat doen, want niet op heel veel scholen is dat. Nou, het zou wel op meer scholen moeten, omdat je dan meer kan. Dan begrijp je ook meer. Ik leer van hoe het is in zijn hoofd en hoe hij zich... Zij kunnen ook gewoon spelen en dat is en dan kan je dus allemaal samen dingen doen. Kinderen die denken bijvoorbeeld heel raar over een handicap van maatjes. Want ze zien er heel gek uit of ze doen gek. Alleen, nu begin ik er wel anders na te denken hoe dat is. De verbinding is in ieder geval dat je in ieder geval elkaar ziet, ook letterlijk ziet. Dus de kinderen elkaar ook ontmoeten. Zowel de peuters als de kinderen van Marikja, als de kinderen van school. Dus die elkaar ook zien, maar ook daadwerkelijk ook activiteiten met elkaar ondernemen. Dat is wel het allerbelangrijkste. Het Sterrenpad is een van de vele kindcentra waar professionals uit onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp dagelijks vanuit één visie werken met kinderen. De eerste paar keer dan is het toch best wel raar om te helpen, maar help je en dan denk je, oh, dan krijg je wel goed gevoel bij dat jij ze helpt. Als je niet op zo'n school zit waar wij zitten, kom je deze kinderen van Marikja niet zo gauw tegen. Of je moet ze in de familie hebben. Maar ze maken wel onderdeel uit van onze maatschappij. Dus het is wel goed om daar ook bij stil te staan. En ook te zien dat deze kinderen ook echt mogelijkheden hebben. En dat zien deze kinderen van ons op school nu wel. Leuk. Ja, dat vind jij leuk. Ja, leuk. Ja.